Hallo, hier even een hele korte samenvatting van wat er in de vorige video gebeurd was. Ik heb heel veel gelopen, zelfs toen het donker was. En dat was eigenlijk best wel eng. Ik heb boven de zee geslapen, gereedschap gemaakt, vuur gemaakt met een vergrootglas. Toen was ik best wel uitgedroogd, dus toen moest ik wat drinken. Heb ik zeewater gedronken? Nee, grapje. Zoetwater gewonnen uit zeewater. En hier is het vervolg. Ik heb hem iets ingekort, want ik denk dat er een lek zat, aangezien er niks in de beker kwam en alleen maar een beetje hier bleef hangen. Desondanks heb ik het gedronken en was het een tikkeltje zout, maar echt goed te drinken. Jackpot! Sea urchin! Ik ben ondertussen naakt. Ik zit even te chillen in mijn hangmat. Ik merk dat ik te veel water verlies. Ik moet beter letten op mijn water en op de batterij van mijn GoPro, want die gaat toch bizar snel leeg. Ik zit nu op mijn derde en laatste batterij, dus ik moet alleen de hele vette momenten gaan vastleggen nu. En in je naki in een hangmat hier liggen in de middel op Bali in een national park is het misschien wel een hoogtepunt. Dit is het enige water wat ik nog heb. Ik ben van plan om vannacht, tenminste in de avond wanneer het donker is, de weg over te lopen. Elke keer als er een auto aankomt, weg te duiken. En dan dezelfde route terugnemen. En heel misschien, als ik echt helemaal kapot ben, dat ik dan misschien wel denk van fuck it. Ik ga gewoon het wagen en over de weg lopen langs de checkpoint. Want misschien zijn ze er wel helemaal niet. Misschien liggen ze wel gewoon te pit of zo. Want die weg door de jungle, die was echt verschrikkelijk. Zacht uitgedrukt. Ik ben nu nog even mijn water aan het destilleren. En ik denk dat het enige is wat ik ga doen. Ik heb net ook die zeeegels geplukt, kan je wel zeggen. En ik denk ook even gaan kijken wat ik daarvan op kan eten. Ja, dat ga ik doen. Ik weet vrij zeker dat dit de geslachtsorganen zijn en dat dit naar umami zou smaken. Niet slecht, niet slecht. Zeker niet slecht. Ondertussen is er een klein gat in mijn bamboe gebrand, in mijn bamboe tube, maar als het goed is doet hij het gewoon nog steeds. Ik moet hem af en toe wel eens even gewoon bijvullen omdat het water verdampt. En dan is hij weer vol. Tijd om deze verschrikkelijke plek te verlaten. Ik heb alles ingepakt. Dank jullie wel voor jullie heerlijke maal. Tijd om te gaan. Verlaat het strand, maar klaar voor de 4,2 kilometer lange weg. Holy shit, dit raad je nooit. Ik zag glimmende ogen op een boom, dus ik dacht, het is vast een spin of zo. Het is een tokke! Een super grote gekko. Wauw. Ik ga hem niet eten, gezien ik hier toch weg ga en geen vuur meer ga maken. Ik ga
en ben vrijlaten. Wauw, wat een mooi beest. Nog meer glimmende ogen. Beginning of the road. Yo man. Oh ja, ik ben inmiddels op een pad die ik nu even kwijt rijden. En dit moet me de juiste richting in wijzen, denk ik. Goedemorgen. Het is dag 2. Er zijn zoveel muggen dan. Ik heb mezelf helemaal ingepakt. En ik denk dat ze me nog steeds van beneden kunnen steken. Alhoewel, ik ga nu teruglopen. Ik kan dus niet daarheen via het pad, want dat leidt naar de office post. Ik moet hier doorheen. Ik ben net door deze prikkelband geklommen met deze twee tassen. Het is echt bijna onmogelijk. Ik ben kapot. Hele coole mug op die plaats. Oh, het gedestilleerde water. Oh, het stinkt. Godverdamme. Het is maar een hoop plastic die tanden gezond. Fuck dat. Ik ga dat niet heen. Oh, dat harde werk. Nee. Dat is er wel. Oh wow. Dit waren de zwaarste op 2 volgende dagen in mijn leven. Dit zwaar zeg. Holy shit.
kan niet wachten om aan het strand te zitten. Met twee kokosnoten naast me. Ik ben zoveel kilo's kwijt, denk ik. En ik weeg maar ineens boven de 60. Beach survival heeft me verslagen. Maar ik heb het wel overleefd. Ja! Hoi, no. Een hond. Mijn gevoel was hier. Yes, hij staat er nog. Waarschuwing. Ik wil niemand aanmoedigen zomaar ergens het bos in te gaan om te proberen te overleven. Ik trainde hier half mijn leven voor. Dit was dan ook de eerste keer dat ik het beet in het buitenland en het viel me dan ook zwaar. Maar dit zal niet mijn laatste survival avontuur zijn. Ciao en volg altijd je dromen.